Dit heeft gevolgen. Ik denk in eerste plaats aan gevolgen voor onze reizigers. Er is natuurlijk veel ongerustheid. Mensen die naar Amerika wilden, ook Amerikanen die hier zijn. Nederlanders aan de andere kant. Hoe gaat dat nou de komende 1-2 weken? Zijn er nog vluchten? Weten we niet precies. Voor ons is het beeld natuurlijk dat het... de hoeveelheid passagiers enorm terugloopt. Hè? Eerder deze week zou je zeggen -20% en naar beneden gaand. Daar komt nu nog, stel dat er helemaal niet meer op Amerika gevlogen zou worden in 1 of 2 weken. 10% passagiersdaling bij. Dan hebben we nog het sneeuwbaleffect. Alles hangt met alles samen hier. En heeft Europa de diepte van de coronacrisis bereikt. Dus we gaan naar een unieke situatie. Die is met niets vergelijkbaar, hebben we nog nooit meegemaakt. Een van de scenario's waar we natuurlijk naar kijken is als de daling echt verder doorzet. Dat we dan ook kijken naar een aanpassing van de operatie. Dat we meeademen wat dat betreft. En dat we eigenlijk een kleiner Schiphol gaan organiseren en de operatie concentreren. Het is eigenlijk onze opdracht om in de lucht te blijven, als ik het zo mag zeggen. Om Schiphol, Nederland met de wereld verbonden te houden. Dat is belangrijk. Zie ook luchtvracht. Medicijnen gaan via de lucht. En dat we dat op een manier doen die verantwoord is voor onze passagiers en voor onze eigen mensen. Uiteindelijk is datgene waar wij voor zijn, is het verbinden van Nederland met de wereld. Dat zullen we ook in heel moeilijke omstandigheden moeten doen. Dat betekent dat wij natuurlijk ook aanpassingen doen en ook op de kosten zullen letten. Maar vooral ook dat wij een verantwoorde operatie blijven draaien.